Welkom dames en heren, Charlie's Travels, zoals jullie weten, Zuid-Afrika vanavond lekker aangekomen richting dat Krugerpark, Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. En je ziet zoals hier op de beaten track, lekker dat ijzer, lekker dat beton en lekker veel mensen, busladingen, pensionado's. Dit is Charlie's Travels, off and on the beaten track. Goedemorgen! Kom lekker binnen! Welkom! Hoe verder? Dit is de slaapkamer. Dit is where the magic happens. Yeah. Hij is wakker, heerlijk geslapen in het Graskop Hotel. Transit Town naar Kruger Park. Waarom is dit mooi? Je rijdt door de Blight River Canyon. Heb je hele mooie uitzichtpunten. Daar gaan we vandaag even langs rijden. Hoop een paar watervallen mooi op de droom te leggen. It rains again. We zijn hier bij God's Window in de Blight River Canyon. En dit is toch wel de belichaming van Off the Beaten Track. We komen hier maar zelden reizigers. Overal waarschuwingen dat het levensgevaarlijk is het hier. Levensgevaarlijk. Ja. Is het epic? Ja, het is redelijk epic. Het is redelijk, redelijk epic. Kijk, dit is het uitzicht. Dat heb je allemaal gehad. Het is een beetje heijig. Dan kunnen we de heijige weg hebben. It brings a niet leuk om te zeggen, maar mijn domein ligt natuurlijk in Oost-Afrika. Base in Kenia, landen daaromheen. En dit is wel wat ik een beetje verwacht van Zuid-Afrika. Het is meer geciviliseerd. Het is niet echt dat rauwe avontuur wat je wil. Dat wil ook niet iedereen. Maar ik ben er toch wel altijd een beetje naar op zoek. En ik denk dat de meesten daarna op zoek zijn. In een reis naar Afrika. Dus ik weet niet wat ik hiervan vind. Weken, maandenlang onderzoek hebben we een off the beaten track route gevonden. Called the Borky's Luck Potholes. Maar er komt hier nooit iemand. Waar we nu zijn is een van de off the beaten track pleisters van Zuid-Afrika. Dit is denk ik wat Zuid-Afrika typeert. Dat het dus niet off the beaten track is. We zijn on the beaten track. Overal kleine weggetjes en het wemelt hier van de toeristen. En dit is denk ik wat je niet zoekt in Afrika. Je wil namelijk avontuur hebben, dat is dit niet. De meningen zijn verdeeld of het leuk is als ik deze hele reis ga afzeiken. Want deze jongens zijn gewoon op vakantie. Maar ik vind deze reis ook helemaal niet leuk. Ik wil terug naar Lake Turkana. Dit is dus levensgevaarlijk hier achter mij. Daar mag je niet komen. Wat is een pothol? Hier beneden zie je een pothol. Gat. Geërodeerd tot water, zou je dat zo zeggen? Erodeerd? Ik denk dat je best wel ook kan zeggen. Ja. Het erodeert en het erotiseert. Ja. In Swaziland gaan we ook naar potholes. Die zijn wel ons binnen track, denk ik. Oerkrachten komen hier los, hier achter mij. Oerkrachten. Gevecht der natuur, water tegen steen. En hier bejaarden. Kijk, Chinezen. Links nog een paar bejaarden. Daar nog een paar bejaarden. Keurig. De eerste niet-bejaarde op de Light River Canyon panorama route. Hele, hele mooie dames. Ja, Koen, dit is het. Ja, dit is het. Dit is het leven. Dit is het leven. Hier doe je het voor.
op zo'n punt wil je dit zien. Yeah. Can I do a little interview? You're the first not 50... Oh, kijk aan. Jullie zijn de eerste niet 50-plussers op de panoramaroute. Wat brengt jullie hier? Oei, dat is een goede vraag. Avontuur. Avontuur? In de natuur. En vind je avontuur hier in Zuid-Afrika? Ja, zeker. Ja? Zeker richting Cape Town. Wat een uitzicht, dames. Ja, maar jullie zijn dus de enige niet-bejaarden eigenlijk hier op deze route. Er zijn zoveel oude taarten hier rondlopen. Dus ik vind het niet altijd echt voldoen aan het avontuurlijkheidsgehalte wat ik had gedacht. Maar misschien is dat ook de periode. Ja, bejaardenperiode dit. Ja, ik ken wel. Dames, we danken jullie. De kijkers thuis, jullie waren live. In de Nederlandse nationale televisie. Prachtig, dankjewel. De God's Window is hier niks bij. Nee. Dames, zijn jullie mee eens, hè? Ja, helemaal mee eens. Niks te zien daar. Alle slechte woorden over de Blight River Canyon neem ik terug. Dit is oprecht een heel erg mooi viewpoint. Hier achter mij de Three Roundevals. Dat zijn dus drie kleine poephutjes eigenlijk. Poephut. Dat vinden mensen mooi, hoor. Dat blijft hangen bij mensen, hoor. Poephutten. Zo! Oké, doe maar, maak maar. Zo, niet in de kamer kijken, je bent geen nerd. Kijk.